Hallo allemaal, hartelijk welkom bij een nieuwe video op het Speel met mij kanaal. Vandaag gaan we weer iets van de Teenage Mutant Ninja Turtles. Die zijn al heel lang niet meer bij ons geweest, daarom vind ik het wel heel leuk dat ze er vandaag weer bij zijn. En we gaan dus vandaag weer het speelgoed van deze serie laten zien. En wat hebben we vandaag? Mutagen Ooze. En dit is Glibber! Helemaal leuk. Ik vind Glibber hartstikke leuk namelijk. En dit keer is het in een glanzend groene kleur. Best wel cool. En dat komt ook in zo'n cool bakje. Mutagen Ooze. En dan heb je ook nog andere kleuren. Wij hebben hem nu dus in het groen. En die is bedoeld voor kinderen vanaf 4 jaar, staat hier. Het is van Playmate Toys. En ook wel van Nickelodeon. Daar is dan de serie natuurlijk voor. De animatieserie. Ik weet niet of die nog op tv is, maar er is in ieder geval dus de serie Teenage Mutant Ninja Turtles. Nog wat belangrijks? Nee, niet echt. Dan ga ik dit gewoon eens eventjes openmaken. Veel valt er natuurlijk niet te openen. Maar wat ik gezien heb, bevat gratis Mini Turtle. Ik denk dat ik die al ergens heb gezien hierin. Ja, kijk, hier zit hij, zoals jullie kunnen zien. We zijn erg benieuwd en er zit er ook nog dit kleine boekje bij. Dat ga ik jullie natuurlijk ook nog laten zien. Misschien is het een klein stripboekje. Nee, dat is het niet, een stripboekje. Maar er staan allemaal actiefiguren bij. En andere speelsets. Die heb je blijkbaar dus ook allemaal. Ah, hier heb je dus allemaal voertuigen. Dit heb je dus ook allemaal in andere kleuren. En een heleboel ook. Dat wist ik allemaal niet dat dit er was. Kijk die dan. Super cool. Ik weet wel hoe die vier heten, maar ik wil het ook nog weten van jullie. Dus daarom is dit de vraag van de dag. Als je weet hoe deze vier Ninja Turtles heten, dan kun je dat laten weten in de reacties. Dat is dan een soort van uitdaging voor jullie. En nu hebben we hier dan het bakje. Oké, staat hier nog iets belangrijks op? Verwijder het dekseltje en... Oké. Maar wat is dan de bovenkant? Zou dit de bovenkant zijn of dit? Ik denk dat dit de bovenste is. Ja. Het zit heel goed verpakt. Nee, die kun je niet eraf halen. Ik ben niet de sterkste, maar toch, ik weet wel dat ik dat niet kan om die los te maken. En die is open. Kijk maar, hoe ruikt het? Ja, naar Glibber. Ja, heel typisch naar Glibber. En het voelt echt super aan als Glibber. Kijk dan. Klein belletje zit erin. Het voelt echt heel vloeibaar aan. En het blijft ook een beetje nat aan je handen. Je ziet het misschien wel. Het is niet zo heel lekker, dus hierna, als je het gebruikt hebt, dan moet je naar de wc gaan om je handen even te wassen. Dat is wel belangrijk. Maar ja, wel echt cool dit. Dus de Mutagen Ooze. En zo is het natuurlijk wel, dit is wel heel cool. En hier hebben we natuurlijk de mini schildpad. Die gaan we uiteraard bevrijden uit het slijm. Dit schijnt dan een mini Teenage Mutant Turtle te zijn. Zo. Uiteraard moeten we zo meteen dus even onze handen gaan wassen, want dit blijft wel heel plakkerig. Ik zal dit eventjes weer terug doen in het bakje, maar dat is nog vrij lastig. Het is natuurlijk wel heel grappig, maar het ziet er wel een beetje vies uit. En hier hebben we dus een mini schildpad. Een mini Ninja Turtle is dit. En ja, het is toch niet zo lekker meer, dus we gaan zo meteen weer het potje dicht doen. Maar hier heb je dus de Ninja Turtle. Het is een baby. En dan kun je misschien wel zien wie het is. Misschien zie je dat niet echt aan de kleuren. Maar misschien weten jullie wie dat is. Dat kunnen jullie ook laten weten in de reacties. Mutagen Ooze. Dat is dus het Glibber van de Ninja Turtles. Deze kan er ook weer terug in. Dan het dopje erop. En dan het dekseltje.
Misschien vinden we ook nog een andere kleur uit deze serie. Vandaag dus deze groenige kleur. En in ieder geval ga ik zo meteen mijn handen wassen. Dat is natuurlijk wel een beetje de bijzonderheid van dit speelgoed. Het is best wel vloeibaar. Je moet het sowieso niet opeten. Maar dat gaat natuurlijk niemand doen. Nu ga ik zo meteen gelijk eens even mijn handen wassen. En dan ga ik de video afsluiten, want ik ga jullie natuurlijk niet meenemen naar het handen wassen. Dit was dus Mutagen Ooze van de Teenage Mutant Ninja Turtles met een mini turtle erin. Echt wel cool glibberslijm. Beetje vloeibaar, blijft een beetje aan je handen. Dat is wat minder cool, maar toch vind ik het best wel leuk. En ja, ik vind het ook leuk van deze serie. Als je het leuk vindt, laat een duimpje omhoog en doei!